Ja, dat komt best goed. Bedankt voor de kop. Oké. En na Bolzwart is de wedstrijd eigenlijk beslist. Paping ziet kans zich los te maken van de drie anderen. Met nog 85 kilometer voor de boeg begint hij aan zijn eenzaam avontuur. Dat als een van de meest sensationele gebeurtenissen in de geschiedenis van de Elfstedentochten zal worden geboekstaafd. Alsof hij straatjong was. Dat is ook leuk. Ja. Ik ga naar deze kant, want ik heb hier nog even wat foto's neergelegd. Nu Gene, vlak voor de finish denk ik, hè? Ja. Zo'n sneeuwman, hè? Ja, voor de radio. Ja. Ja. Ja, zeker. Iemand die er nog hier in het gaat zonder. Ja. Start. Dat is vlak voor de finish. Ja. Je had je brilletje nog op, ja, hè? Ja. Hier sta je. Oh ja, hier was je bril nog op. Ja. Ja. Ja, dat is in de straat. En dat hoorden ze in Ommen. Ja. We wonen midden in de bossen van Ommen. Ja. En toen is ze mijn oom Reinier, waar ik genoemd ben, de broer van mijn moeder, van mijn vader. Daar is ze met de fiets heen gegaan, maar wij hadden geen telefoon daar, want het was een auto bungalow. Ja. En we waren net een anderhalf jaar getrouwd. Ja. En de kleine, die hadden wij al naar mijn moeder gebracht in Deerdumswaard. En toen is ze naar mijn oom Renier gegaan, in het hotel in Ommen, en heeft ze doorgebeld, want ze hoorden dat ik voorop in de ploeg zat. Ja, zo. En dan moesten ze naar Leeuwarden toe. Ja. En toen heeft oom Renier mijn vader weer in Deerdumswaard gebeld, en toen zijn ze met een auto uit Ommen, met z'n vijven of met z'n vieren, zijn ze naar Leeuwarden gegaan. Okay. En onderweg zijn ze nog in een cafeetje aan de kant gekeken, nog op de televisie, hoe het denkt. Oh. En ik was nog steeds minuten voor hun. En toen zeiden ze, ja, maar we gaan gewoon naar de finish. Ja. En Leeuwarden, er werd alles afgezet. En iedereen zegt, mijn vader zegt, dat is mijn zoon. Ja, iedereen zei ja. Maar op een gegeven moment hadden ze het wel door. Dus toen zijn ze naar de finish gereden. En wel een uur moeten wachten, want kwam iets voor alle vijf kwam ik binnen. En werd ik door mijn echtgenoten werd ik dan... Een bijzonder verhaal. En toen eerst in die grote hal, waar die boten... daar werd ik door de dokter eerst onderzocht. Ja. En toen werd ik later door een hele grote politieman, die was 2 meter 10, heb ik ook foto's van, een kleurenfoto. Die bracht mij naar de taxi die daarvoor stond, met mijn vader en mijn vrouw erin, en voor de huldiging. Oh, ja. En toen moest ik even nog een trap op, en mijn broer die had al gezorgd dat er een bad al helemaal klaar lag. Oh. Dus mocht ik in bad en aankleden. En toen mocht ik om 8:00 mocht ik met mijn echtgenoot Joke, mocht ik eten boven in een zaal. Helemaal niemand erbij. Okay. En de televisie natuurlijk om 8:00 wel. Het journaal, was natuurlijk 11 steden wat uitgezonden werd. Ja. Gaan we dus om 12:30 in Deerdumswaard. Aan ze s'avonds met omgeroepen dat die huldiging zou in ons centrum zijn, een grote zaal in Deerdumswaard. Want Ommen, daar woonde ik eigenlijk. Dat zou dan de volgende dag zijn. Dus maar was je niet ontzettend moe dan om 12:30? Ja, adrenaline misschien. Nee. En werd ik 2-3 uur door de voetbalvereniging, ik was bij de turnvereniging, ik was overal bij en ook bekend het dorp, hè. Ja. We hadden een winkel in textiel. Ja. Nou, en toen was alles af. En ga ik met de auto met mijn broer die in Nijverdal ga ik naar ons huis. Midden in de bossen. Door de sneeuw. Ja, 8:30. En 8:30 stond ze alweer voor de deur. 9:00. We reden toen altijd vaak in Giethoorn, hè, Ja. en op zondags
was ik ook vrij en dan en toen op een gegeven moment was het een uur of vier en toen ontmoette ik was met mijn oude broer ontmoette ik Linto Zoolman. Oh, en we kenden elkaar al. God, en stoppen jullie ook? Ja, wij stoppen ook. Nou, en ik reed voor en ik zeg, op een gegeven moment riep ik terug, pas op, want is van dat witte, weet je wel, er zit lucht tussen, hè? Dan stap je doorheen. Ja, denk om, dat zijn de witte vlekken en... Ja. En verdomme, ik had het nog niet gezegd. En hij rijdt toch in zo'n ding en komt te vallen. En we met zijn broer, met mijn broer, tussen ons in, naar de kant gebracht, een boerderij gebeld. Mis met zijn helemaal nooit weer goed gekomen. Nee. Goh, dat is wel heel sneu, hè? En we later in het ziekenhuis met Evert van Benten. Ja. Oh, ja. En ik en Jeen. En Jeen. Oh ja. Ja. En dus een bos bloemen gebracht. Ja. Vond hij zo fijn. Ja, mooi, hè? Ja.